Ik heb er alle vertrouwen in u. Ik heb er zin aan. At your service. At your service. Het is precies 12 jaar geleden dat Pim Fortuyn is doodgeschoten op het Hilversumse Mediapark. Zoals ieder jaar is zijn moord ook vandaag herdacht. Mensen die aan de herdenking deelnamen gingen met een bus langs locaties die belangrijk zijn geweest voor Fortuyn. Zo ook naar Driehuis. Pim Fortuyn was een held. Wandaden werden door hem gemeld. Hij vocht tegen de criminalisering en tegen de verdorven islamisering. Pim vocht tegen misdadigers, de dure pakken, die mensen bedriegen op allerlei vlakken. Door barbaren binnen te halen in Nederland, maken blinde politici ons uiteindelijk verkant. Pim Fortuyn werd vermoord door een gek. Die had in de politiek van Pim geen trek. Die is na 12 jaar weer een vrij man. Wie snapt daar nou wat van? Daar is het lichaam van Pim Fortuyn tijdelijk begraven, totdat hij naar zijn definitieve graf in Italië werd gebracht. Dit jaar had de herdenking een extra lading. Dus u heeft ook bloemen neergelegd? Ja, ja. En er zit een briefje bij. Wat staat er op het briefje? Lieve Pim, alweer een jaar voorbij. Het is nog een rotzootje en die rotschoft is vrij. Krook opgezet. Het is vandaag een belangrijke dag, omdat Volkert vrij is. Dat is natuurlijk ook een extra beladen dag, want we herdenken Pim elk jaar. Dus hier zijn we sowieso elk jaar. Maar het is nu anders. Het is nu anders omdat Volkert weer een vrij man is eigenlijk. Want hoe voelt u daar? Wat voelt u daarbij? Tja, dit is de rechtsstaat van Nederland en dat moet dan zo zijn daar zo. Maar het geeft toch even een gevoel van, hè, die Volkert is vrij. De Pim krijgt er niet mee terug. Is deze herdenking anders dan de andere jaren? Nou, ik heb een nieuwe schilderij en een nieuw gedicht. Maar verder dezelfde mensen ongeveer. Maar omdat de moordenaar nu op vrije voeten loopt? Ja, dat is helaas jammer. Dat is jammer. Maar, wat vindt u ervan? Dat vind ik niet eens blijken. De straf is veel te laag. En nu las u zo net een gedicht voor. Ja. Waar ging dat over? Nou, over de herdenking van, over het werk van Pim Fortuyn. Over Pim Fortuyn zelf. Over die moordenaar die vrijdag rondloopt. Na het bezoek aan Driehuis trok de groep nog naar de gedenkplaat op het Mediapark in Hilversum.